Artikel 131, lid 3 van de grondwet, gaat over inmenging in een lopende rechtszaak. En volgens dit artikel heeft de regering niet het recht om de rechter te dwingen tot stopzetting van welk proces dan ook. Aan het woord is Henry Beer, broer van de op 8 december overleden Bram Beer. Hij stond journalisten vanmiddag te woord na de zitting van de krijgsraad in zaken het 8 december strafproces. De krijgsraad heeft de zitting verschoven naar 5 augustus omdat de advocaten zich willen buigen over het voorstel van de auditeur militair Roy Elgin. Hij heeft namelijk op last van de procureur-generaal het voorstel gedaan om het 8 december strafproces met onmiddellijke ingang te beëindigen. De president van de krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, heeft toen aangegeven dat president Boutersen in een brief de PG heeft opgedragen en dat de opdracht dus niet geldt voor de krijgsraad. Wij vroegen Beer hoe wij dan artikel 148 moeten zien. 148 spreekt over het moment dat er staatsveiligheid in het geding is. Als staatsveiligheid in het geding is, dan mag de regering, wat ze hebben gedaan, vragen te onderzoeken. En wat we dus hebben gemist, is dat de PG onderzoek doet naar de aard van die staatsveiligheid. En moet gaan onderzoeken hier sprake van staatsveiligheid. Dus dat is nog niet gedefinieerd? Er is een opdracht gegeven en niet onderzoek. Dus er is eigenlijk ook niet conform 148 gehandeld. Het is misleiding. Maar er is toch wel een verschil, want er wordt bevel gegeven tot stopzetting van deze zaak. Ja. Dus waarmee niet 148 wordt gevolgd. Er staat 148 niet dat de regering de PG kan bevelen om een rechtszaak stop te zetten. Dat staat er niet in. In casu van staatsveiligheid in het geding kan de PG worden gevraagd om voor vervolging te gaan zorgen. Nou, ik bedoel, gewoon Nederlandse taal, wat doe je voordat je gaat vervolgen? Is onderzoeken of er wat aan de hand is en wat is er aan de hand. En dan ga je vervolgen. Maar je zet niet een rechtszitting stop. Afgelopen. Het is afgelopen zoals het hoort. De auditeur militair heeft gezegd dat hij de opdracht van de PG moet vragen om het proces te stoppen. Zal ik maar beëindigen, is het woord geweest. En de krijgsraad heeft beslist dat de advocaten van de verdediging zich op 5 augustus om 10 uur mogen uitlaten, hun zegje mogen doen over wat ze vinden van dat bevel en van het verzoek om de zaak te beëindigen. En dan verwacht ik dat als als er woord en wederwoord geweest is, dat de krijgsraad zich dan zal beraden over wat ze met het verzoek van de procureur-generaal doet. Wanneer gaat het door? 5 augustus mogen de advocaten van de verdediging of van de verdachten zich uitlaten. En ik neem aan dat niet lang daarna de krijgsraad dan zijn beslissing zal nemen. Maar wat heeft de auditeur? De zaak gewoon doorgaat? Vooralsnog gaat de zaak gewoon door. Dus er is van stopzetting op dit moment geen sprake. Wat was de eis van de auditeur militair? Nou, hij heeft geen eis gesteld. Hij heeft expliciet gezegd dat hij zijn requisitoor niet houdt. Hij heeft slechts een verzoek. En zijn verzoek is om de strafzaak te beëindigen. Ja, wat verwacht u als na? Op basis van die resolutie, zegt hij. Zegt de auditeur militair. Die resolutie houdt een bevel in aan de PG. Nou, hij is ondergeschikt aan de PG, dus hij voert dat bevel uit. En in het bevel staat dat gevraagd moet worden om de vervolging te staken of de zaak te beëindigen. We hebben de resolutie nog niet gezien. Maar kortom, de regering beveelt aan de PG om de zaak te beëindigen. Een bevel dat de PG dus wat mij betreft niet kan uitvoeren, want niet de PG heeft een rechtszaak. De krijgsraad heeft een rechtszaak. Wat is de inmenging van de regering? Oh, dit is weer een schoolvoorbeeld van inmenging, ja. Absoluut. Maar laten we zeggen, het constitutioneel hof is er nog niet. Dus die zal zich daar, als ze er zijn, daarover buigen. Want dit betreft niet artikel 5. Maar het betreft wel een schending van een verdrag. Dus ik denk dat de krijgsraad met exact dezelfde argumenten als in het vonnis van 9 juni, met diezelfde argumenten kan de krijgsraad ook deze resolutie terzijde schuiven. Oké, wat verwacht u zelf na 5 augustus?
Het is moeilijk om een verwachting uit te spreken. Ik kan alleen maar zeggen dat naar mijn gevoel we in een heel bemoedigende tijd leven in Suriname. Als ik naar de reacties kijk die ik krijg van mensen en die hier en daar te lezen zijn, dan heeft iedereen door, zelfs zijn medestanders, dat hij misbruik maakt van een artikel om zijn eigen, sorry dat ik het zo moet zeggen, hachje te redden. En als iedereen dat inziet, dan is dat een hele goede zaak. Is de staatsveiligheid in gevaar bewezen? Is dat gevaar bewezen? Nee, ik weet niet of de staatsveiligheid in gevaar is, want ik beschik niet over informatie dat personen voornemens zijn of reeds strafbare feiten hebben gepleegd. Als dat zo is, dan vind ik dat er onmiddellijk opgetreden moet worden. En als de PG dat niet doet, dan mag de regering inderdaad aan de PG een bevel geven om bijvoorbeeld die oproerkraaiers die nu in Suriname bezig zijn de bevolking te proberen op te hitsen tegen de rechterlijke macht. Die oproerkraaiers, daar kan de regering bevelen om die te vervolgen, ja. Dat zou een juist gebruik zijn van dat artikel. U hierbij dus dat er één, de staatsveiligheid in gevaar is en op welke wijze zou dat in gevaar zijn? Kijk, ik kan het niet beoordelen. Staatsveiligheid is nou net een prerogatief van een president. Het mag niet uit welk land. Maar u vertegenwoordigt hem hier toch? Ja, maar niet als vertegenwoordiger, niet als president vertegenwoordig ik hem. Ik vertegenwoordig hem als verdachte. En wat hij beoordeelt als president, en u kunt dat in alle landen zien hoor, de staatsveiligheid is een prerogatief van de president. U heeft dus kan dat beoordelen. Maar zijn er volgens uw opvatting gronden aangevoerd waarbij de staatsveiligheid in gevaar is? Ik ken die resolutie niet. U heeft niet eraan meegewerkt, aan die resolutie? Ik behoor niet, het is een besluit van de regering. Ik behoor daar niet toe. Maar u heeft niet geadviseerd? Natuurlijk zou je wat adviezen geven. Maar de overwegingen die kan ik niet beoordelen, toch? Ja, maar kan de staat doorgaan zonder de auditeur militair? Als hij zegt van oké, ik stop? Nee, mij lijkt het niet. Als dat zijn requisitor is om te stoppen, dan is er verder niets te doen. Ja, dat is wat u zegt. Dat is wat hij zegt. Dat is wat hij zegt, maar daar is er geen ruimte voor in ons wetboek van strafvorm. Had u verwacht dat het zo zou lopen vandaag? Nee, ik weet niet wat er in die resolutie staat. Dus ik bedoel, had u verwacht, want u had verwacht dat het vandaag zou stoppen? Nee, hoe weet u dat? Dat had ik helemaal niet verwacht. Ik ken die resolutie niet. Ik hoor op de radio dat er een bevel is gegeven. Wat de inhoud van dat bevel was, dat wist ik niet. En nu over de nabestaanden die zeggen dat de zoveelste inmenging is in een lopende rechtszaak aanhangig gemaakt. Weet u, wat is uw opvatting? Ik vind dat mensen lullen over dat woord inmenging. Laat iemand een keer tegen u zeggen wat onder inmenging wordt verstaan. Maar dat gelul over... In DNA zou men zeggen, u moet uw woorden terugnemen. Dat kan best, maar ik neem het niet terug. U kunt me dat niet zeggen, toch? Ik ben toch niet in dienst van u? Maar u kunt toch ook niet zo praten? U komt op de staatstelevisie. Daar niets aan doen, hoor. Dus als de zaak doorgaat, kan het gaan. Hoe kijkt u daar tegenaan? Laat iemand een keer zeggen wat ze onder inmenging verstaan. Heeft iemand u een keer gezegd... Iedereen praat over inmengen, inmengen, inmengen. Laat iemand u een keer zeggen, onder inmenging wordt verstaan... En dan komen die woorden. En dan kunnen we daarover nadenken. Maar nu... Uw collega heeft dat ook aangegeven. Anders over inmenging. Wat verstaat u? Kijk, artikel 72 van uw grondwet heeft de wetgever de bevoegdheid gegeven om wetten te maken, om amnestie te verlenen. Wel nu. Als amnestie, moet ook goed in de gaten houden, is geen juridisch ding. Amnestie is een maatschappelijk ding. En alleen de volksvertegenwoordiging kan dat beoordelen. Omdat daar is het volk aanwezig en zij hebben het beoordeeld. Hoe ze tot die beoordeling zijn gekomen, daar kan ik niet in komen. Ik kan dat ook niet beoordelen. Omdat ik daartoe gewoon niet in staat ben. Maar als ze dat hebben beslist, en het is een besluit van de volksvertegenwoordiging. Niet van de oppositie of de coalitie, het is een besluit van de volksvertegenwoordiging. Die hebben de vrijheid, want dat, zo staat het in uw grondwet, artikel 72, meen ik. Dat zij de vrijheid hebben om een amnestie te verlenen. Dat komt in een aantal landen voor, hoor. U denken maar aan Nederland. Als jullie zo vaak toch gekoloniseerd dat jullie zijn, aan Nederland denken. U hoorde achtereenvolgens Henry Beer, nabestaande van Bram Beer, Hugo Esset, de advocaat van de nabestaanden, en Erwin Kanhai, de jurist van de staat. Esset haalde nog aan dat niet het Openbaar Ministerie, niet de regering en ook niet het parlement over berechting gaat, maar de rechter. Zonder de auditeur militair zou deze zaak volgens Esset nog voortgang kunnen vinden.
Voorts kan alleen de krijgsraad de beslissing nemen om deze zaak te stoppen. Kanhai vindt niet dat president Desi Bouterse in strijd met de wet heeft gehandeld, omdat de resolutie is voortgevloeid uit een regeringsvergadering en door alle ministers is ondertekend. Volgens hem zal de krijgsraad nu beraadslagen over de eis van de auditeur-militair en dan daarover een beslissing nemen.